U moet vanmorgen met een opgeruimd gemoed de krant hebben gelezen, want Airbnb is zo waar bereid om misschien wel de adresgegevens van hun gebruikers met u te gaan delen. Ja, ik las inderdaad in een interview dat Airbnb nu aangeeft dat ze inderdaad eigenlijk zeggen, ja, wij zijn ook deels het probleem van de overlast die er in sommige delen van de stad is. En wij vinden dat we meer openheid van zaken moeten geven. Dat lijkt mij heel erg welkom. Maar wilt u ze nu hebben of niet, die adresgegevens? Kom maar op met al die adresgegevens. Want kijk, die overlast willen wij echt bestrijden. En dat zie je toch dat er op een aantal plekken de meeste overlast veroorzaakt wordt. Als wij daar volledig inzicht in hebben, ja, dan kunnen wij nog effectiever optreden. Al houden ze dus nog wel eventjes een slag om de arm. Want ze willen eigenlijk wachten op die landelijke registratieplicht. Ja, kijk, wachten lijkt mij een slecht advies. Op dit moment is in Amsterdam is er in sommige buurten echt veel overlast. Woningen die niet gebruikt worden voor bewoning. Dan moeten we niet gaan wachten op nieuwe wetten. Wij gaan morgen om tafel zitten met Airbnb om te kijken wat voor afspraken we kunnen maken. Voordat er nieuwe wetten zijn, oftewel met de huidige wetten, moeten we ook al heel wat kunnen. Misschien willen ze het ook wel hebben met u over die 30 dagen termijn die hier volgend jaar gaat gelden. Daar willen ze het ongetwijfeld heel graag met me over hebben. En zij zijn er wat minder fan van. Maar in de afgelopen 4 jaar is het aantal adressen vakantieverhuur verdrievoudigd. Ja, dat we dan het aantal nachten ietsjes beperken, dat lijkt mij toch zeer begrijpelijk en erg nuttig voor onze stad. Is er voldoende grond voor jullie om tot een overeenkomst te komen? Ik heb geen flauw idee waar dat toe gaat leiden. Ik ben wel blij om nu te zien dat ook Airbnb zegt, wij hebben ook een rol om de overlast die we veroorzaken te bestrijden. Dus dat lijkt me een goede grondhouding om mee te beginnen. Maar wat is uw insteek? Wat is uw inzet? Als de inzet is dat zij zoveel mogelijk meehelpen dat er geen overtredingen van de regels zijn. Dus niet meer dan 30 dagen verhuurd wordt, niet aan meer dan 4 personen verhuurd wordt. En er ook gewoon openheid van zaken gegeven wordt als er vermoedend zijn voordat iets niet klopt. Dus het openheid geven. Dus ook de adresgegevens? Dus ook adresgegevens als we ze nodig hebben, ja. En als die, wat u zojuist nu even opsomde, als daar niet aan tegemoet wordt gekomen, dan no deal? Ja, dan wordt het een heel lastige natuurlijk, want als je geeft of aan, we willen de overlast bestrijden en we willen meewerken aan de regels die er gelden, of je wil er niet aan meewerken, daar zijn niet heel veel schemergebieden. Heeft u er zin in eigenlijk om morgen weer gezellig met Airbnb om tafel te gaan zitten? Nou, ik ben wel blij dat we weer om tafel zitten, want wij hebben 2 jaar geleden een prima overeenkomst gesloten, die ze ook snel oppakten. Alleen daarna zijn ze wat ingedut. Dus ik hoop dat we morgen weer wakker worden en weer aan de slag gaan om er echt werk van te maken om overlast te bestrijden.